De stichting 19 september 1762 wil met al haar activiteiten in het kader van Saamaka Daka de bewustwording over de Saamaka-cultuur op gang brengen. In deze editie van onze Saamaka Daka-serie zoomen we in op deze momenten die moeten bijdragen aan die bewustwording. Humphrey Yeru, voorzitter van de commissie herdenking 260 jaar Saamaka Daka, geeft aan dat er sinds 1 juli diverse activiteiten zijn georganiseerd. Deze activiteiten hebben zowel Saamaka's in Suriname als in het buitenland gewezen op het belang van het Saamaka zijn. Daarnaast legt Yeru uit dat ook andere groepen, los van de Saamaka, met de activiteiten beter worden geïnformeerd over de waarden en normen van de Saamaka-stam. Op 16 september zijn er twee onthullingen van verbindingswegen die leiden naar het woongebied van de Saamaka. Ten eerste gaat het om de wegstrekking La Vigilancia naar Afobaka. Tot op dit moment, als je naar Google gaat, ga je zien dat die weg de Martin Luther Kingweg heet. Dus de Martin Luther Kingweg begint hier en eindigt bij het stuwdam. Er was in de afgelopen periode een discussie ontstaan vanwege het verzoek van een organisatie om die naam te vernoemen dan ik dacht Henk Adien of Henk Ramdien of zo. Maar er was dus ontzettend veel verzet gekomen uit de Saamaka-gemeenschap. En toen ontstond er een initiatiefgroep die dus dan een verzoek heeft gedaan in samenwerking met de stichting Saamaka Daka om die weg officieel de Avobakaweg te laten noemen. Omdat het er, we noemden de weg Afobakaweg, maar het was nooit formeel. Het is nergens op de papieren te vinden. Dus als stichting, als initiatiefgroep hebben we dus de stichting benaderd en wij hebben daartoe een verzoek ingediend en de beschikking is er iets uit. Die weg, de weggedeelte vanaf La Vigilancia, u kent die brug, vanaf daar tot het stuwdam wordt dus dan binnenkort de Afobakaweg. Een kleine wijziging zal wel in de naam van Afobaka komen, omdat de F anders wordt uitgesproken in de Saamaka. De F zal worden vervangen met een V. Yeru legt uit waarom deze wijziging belangrijk is voor de Saamaka-stam. De naam Afobaka heeft een historische betekenis voor de Saamaka-stam. De naam duidt aan dat zij onderweg zijn of zijn naar, zij achtervolgden hun avos naar vrijheid. Dit is een magische uitspraak van de heer Abeni, die later Gama van de stam in 1762 van de 18e eeuw werd toen de troepen van de koloniale overheersers hem tegenkwamen met zijn vrouw Akomi bij de monding van de Sarakri, gaf hij als antwoord op de vraag wat hij daar deed. Minango ami Afobaka, het betekent ik ben onderweg naar of ik achtervolg mijn avos naar vrijheid. Nou, dat is eigenlijk de reden en Avo en Baka zijn dus toegevoegd tot één naam, Afobaka. De tweede naamsverandering zal gelden voor de weg vanaf de hoek van Bergendal tot Pokigro en zal in het vervolg de Gamang-Bago-weg heten. Deze weg zal dus de Saramakaanse naam hebben van de gewezen gramang der Saramakaners Jozef Daniel Aboikoni. In de volksmond staat deze weg bekend als de Tjongalonga Passie. Op 19 september 2022 zelf zullen er officiële festiviteiten zijn op Pokigrong, terwijl er in de Palmentuin ook feestelijkheden zullen zijn.